Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en bij mij aan tafel zit Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En Bert en Peter Slachter, auteurs van het boek Ons Geld is Stuk en waarom Bitcoin de oplossing is. En voor de kijkers, dit is deel 2 van een gesprek. Wij gaan. We zaten er middenin. Het ging net goed. En we gaan verder waar we gebleven zijn. We hebben het gehad over het geldstelsel. De problemen met ons huidige geldstelsel. Waar we hebben gekeken naar de hoge schulden. Die na de crisis van 2008 eigenlijk niet zijn verkleind. Maar verder zijn gegroeid. Waarbij de overheden en centrale banken eigenlijk dat regime ook hebben gestimuleerd. En waardoor we op dit moment nog steeds in een toch penibele situatie zitten met hoge schulden, lage rentes en het geldsysteem wat op slot zit en allerlei problemen veroorzaakt. Waarbij we onder andere hebben gesproken over inflatie en groeiende ongelijkheid. Omdat het geld toch vaak terechtkomt bij de mensen die al geld hebben en niet bij de mensen zonder bezit. En we hebben het gehad over Bitcoin en waarom Bitcoin bij kan dragen aan een oplossing voor de gebreken binnen het geldsysteem. En we waren aanbeland bij ook de discussie over of we een overgang kunnen krijgen van een systeem dat gebaseerd is op schuld en het aangaan van schulden naar een meer equity-based systeem. Martijn opperde dat punt ook en misschien kun jij daar ook even nog wat meer over uitweiden wat dat dan betekent. Nou ja, wat dat betekent, ik denk dat twee van de grote problemen van het huidige stelsel zijn die financiële systeemcrisis, dat het geldstelsel in kan storten. En dat komt omdat we nu geldclaims als geld gebruiken. En als je zou gaan naar equity-based geld, dus geld wat bezit van iemand is, dan is dat risico er eigenlijk niet. En daarnaast is natuurlijk de schuldenproblematiek in het financiële stelsel. En je zou kunnen zeggen, nou ja, dus als je veel meer met equity gaat financieren, dus als je schulden niet met schulden financiert, maar met eigen vermogen, dan kan het inderdaad zijn dat iemand af en toe zijn hypotheek niet terugbetaalt, maar dan daalt de waarde van jouw aandeel een klein beetje. En op die manier zou je een financieel systeem krijgen wat veel makkelijker kan meebewegen met schommelingen in de reële economie, maar ook waar mensen veel dichterbij betrokken zijn. Dus dat ik veel beter weet waar mijn geld er zit, dus welke aandelen ik bezit of waar ik vermogenstitels aan heb. En in die zin dat je ook een heel ander soort waarde zou kunnen realiseren. En wat is, even voor het begrip, schuld met schuld financieren, wat bedoel je daarmee? Ik heb gewoon een bankrekening, ik heb geld bij de bank. Dus de essentie van banken is dat ze schuld met schuld financieren. En jouw bankrekening is een hele korte termijn schuld van de bank aan jou. Dus je kunt het opeisen bij de bank. Je kunt zeggen, ik wil mijn geld terug hebben. Mm-hmm. En dus in die zin is het een korte termijn schuld. Je kunt ook vragen de bank om betalen te doen. En aan de andere kant van de balans, aan de assetzijde, de linkerkant van de balans, het bezit van de bank zijn van allerlei hypotheken vooral, en bedrijfsschulden, consumer loans. Dus banken bezitten schulden en financieren zich ook voor een groot gedeelte met korte termijn schuld, een klein beetje lange termijn schuld en een klein beetje eigen vermogen. En je zou kunnen zeggen, als je dus daar naar die balansen gaat kijken van de financiële intermediairs, dat er aan de rechterkant van de balans, daar zou alleen maar of zoveel mogelijk eigen vermogen moeten zijn. En als je dat gaat doen, dat zou je ook fiscaal aantrekkelijk kunnen maken, nou ja, dan krijg je een ander soort financieel systeem. En op welke manier zou Bitcoin een plekje kunnen krijgen binnen een meer equity-based systeem? Is Bitcoin een meer equity dan schuld? Is het anders dan het girale geld dat we nu gebruiken? Ja, Bitcoin is niet een schuld. Bitcoin is een bezitting. Ja. En Bitcoin is wat dat betreft meer te vergelijken met goud of een aandeel of een contant geld dan met het girale geld wat we hebben. Ja. Dus om de vergelijking te maken, Bitcoin is meer zoals het contante geld in onze portemonnee. Dat is altijd van jou. En zo is Bitcoin ook, als je de sleutel tenminste niet kwijtraakt, is altijd zeker van jou. Terwijl bij het girale geld van banken is het zo, je bent afhankelijk van die bank. Ja. En als die failliet gaat, dan heb je ook geld. Kijk, en op het moment dat je zou gaan redeneren over een wereld waarin een bitcoin-achtig geld het enige geld zou zijn, dan krijg je automatisch meer een equity-based economie. Omdat bitcoins lenen gewoon heel duur gaat zijn. En dus als jij een bedrijf gaat starten
en je moet geld lenen, dat gaat duur zijn. Hoge rente ga je erover betalen. Want mensen gaan niet zomaar hun bitcoins uitlenen aan je. En dus het ligt dan veel meer voor de hand dat de mensen die jou geld geven, dat die in plaats van dat ze een lening geven, dat ze een stukje van jouw bedrijf willen hebben. En dus je krijgt ook heel andere vormen van financiering. Dus ik kan me wel voorstellen dat in zo'n wereld dat niet meer het grootste gedeelte van het geld schuld is. Maar ik denk ook dat we het niet moeten redeneren in de zin van dat Bitcoin onderdeel is van een ander systeem. Ja. Het is namelijk een systeem op zichzelf. En dus we hadden eigenlijk al geconcludeerd, er zijn drie krachten gaande eigenlijk, waarmee aan ons geld gesleuteld wordt. Dus Big Tech werken aan een eigen systeem. Nou, we hebben de bestaande, daar vinden evoluties plaats, Central Bank Digital Currency. En we hebben open source beweging, waar Bitcoin onder valt. En de vraag is of die drie naast elkaar blijven bestaan. En zo ja, hoe die dan met elkaar interacteren. Interessante vraag. Ja. En wat denk je? Ja, het enige wat ik dan kan is in scenario's denken. Hè. Dus er zijn mensen die zeggen van nou, zo'n open source beweging gaat zo'n groot netwerkeffect vangen. Een beetje zoals het internet heeft gedaan, dat er maar één overblijft. En dat slokt alle andere systemen op en dat is Bitcoin. Ja, dat kan je. Hè. Dat zou een scenario kunnen zijn. Ik weet niet of dat het meest plausibel is. Zeker niet omdat dat met een enorme machtsverschuiving gepaard zou gaan. En ik zie niet precies in nog hoe dat dan zou moeten verlopen en waarom die machtsverschuiving toegestaan zou worden. In ieder geval, als dat zou gebeuren, dan kijken we ook aan tegen een paar decennia waar je toegestaan zou worden door de zittende macht. Ja. Maakt het nog steeds niet iets wat uitgesloten is, zou kunnen gebeuren, maar dat is niet iets waar ik dan per se naar voor uitkijk in de periode dat die machtsverschuivingen plaatsvinden. Ja, ik denk wat meer voor de hand ligt, is dat ze daadwerkelijk naast elkaar bestaan. En wat zou dan de functie van dat open source systeem kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld om... het is niet dat het beperkingen oplegt, maar dat het de bewegingsvrijheid van de andere systemen die daarin ingebakken worden, in zekere zin beperkt. Dat moeten we even uitleggen. Ja. Het punt is dat alle drie de vormen van geld die Peter noemt, zijn programmeerbaar geld. En dat betekent dat je, een tientje of een euro, als die eenmaal uitgegeven is, contant, hè, contant geld, dan is het zoals het is. Weet je, die kan je niet meer van eigenschappen veranderen, want hij heeft de fabriek verlaten. En bij programmeerbaar geld kan dat dus wel. Dus je kunt geld, zeg maar, van origine eigenschappen meegeven, maar die kun je ook gewoon eventueel later nog wijzigen. Dus je kunt geld maken, waar je zegt, dit kun je wel besteden aan voedsel en niet in het casino. Je kunt geld maken waar je zegt, je moet het binnen 3 maanden besteden, anders is het daarna waardeloos of verliest het de helft van zijn waarde. Of jij krijgt 5% rente en jij min 5%, want nou, jij moet meer sparen en jij moet, weet je, op die manier. En dat is, kijk, dat klinkt natuurlijk fantastisch voor centrale partijen, want je kunt er ook hele mooie dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld dingen efficiënter mee maken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, kinderbijslag kun je alleen maar besteden aan spullen voor kinderen. Dat soort gedachten zijn er dan. Maar het punt is dat het best zo zou kunnen zijn dat zo'n centrale partij, een techbedrijf of een overheid, als puntje bij paaltje komt, niet meer zo goedaardig is als je van tevoren dacht, en dat geld hele lelijke eigenschappen gaat geven. Waardoor de bestedingsvoorwaarden heel pervers worden. En als je nu kijkt naar wat centrale banken daarover zeggen, de BIS, dat is de koepel van centrale banken, de Bank of International Settlement, dan zegt Augustin Carstens, dat is de baas, die zegt dan gewoon ook, wij hebben alle techniek in huis om het geld, om te bepalen hoe jij je geld kunt uitgeven, en dat zullen we gebruiken ook. Ze hebben het gewoon over geld met ingebouwde surveillance. Dat is hoe ze het noemen. We hebben straks geld met ingebouwde surveillance. Dat is wel hoe centrale banken de toekomst zien van het geld. Ja, en techbedrijven, hoe die de toekomst van het geld zien, nou, je weet wat ze hebben gedaan met je data. Dus je hoeft op zich niet zo heel erg veel fantasie te hebben om te kijken hoe ze met je geld zullen omgaan. En dan is het interessant, hè? Peter zegt van ja, als er een alternatief is, namelijk Bitcoin, waarbij niemand die bestedingsvoorwaarden kan aanpassen, dan zijn die andere twee partijen wel gelimiteerd in hoe... Disciplineerd, dat is het. Ja, ze zijn beperkt in hoe gek ze het kunnen maken, want iedereen heeft namelijk de optie om naar Bitcoin te gaan.
En dus je hoeft niet Bitcoin te gebruiken, maar het feit dat het bestaat zorgt ervoor dat die anderen zeggen, ja, als we het heel schunnig maken... Het brengt eigenlijk symmetrie aan, zeg maar, in de machtsverhouding van het individu ten aanzien van geld. Een beetje zoals dat het feit dat je ontslag kunt nemen van je werk symmetrie aanbrengt in de relatie tussen werkgever en werknemer. Nou, dat is het fundamentele verschil tussen werknemerschap en slavernij is dat je als werknemer ontslag kunt nemen. Exact. Ja, en het is interessant dat jullie het woord discipline of disciplinerend effect gebruiken. Want wat Friedman doet in de denationalization of money, hij zegt, hij bepleit free banking. Dus je moet verschillende soorten geld hebben, of iedereen mag zijn eigen geld eigenlijk introduceren. En hij zegt eigenlijk dat het ook een macro-economisch disciplinerend effect kan hebben. Dus dat te veel geld dat geven zal je niet zo snel doen, omdat het in die zin, ja, dan ga je naar een andere munt. En daarmee heeft het disciplinerend effect. Maar jullie zeggen het disciplinerend effect eigenlijk op de kenmerken van het geld. Dat is eigenlijk net iets anders. Dat is inderdaad ook op die manier ook nog disciplinerend. Ja, maar inflatie, geldhoeveelheid is ook een kenmerk. Ja. Dus ik zeg maar, monetaire eigenschappen die zijn een beetje emergent aan, aan wat daaronder ligt. Aan zowel techniek als monetair beleid als governance. Ja. Maar is het, want dan bespreken we eigenlijk de digitalisering van geld, hè? Die komt eraan en die zal een vorm krijgen. En zit in al die vormen zit geld een gevaar. En een van de dingen is surveillance. En daar zijn centrale banken zich ook van bewust. Hè? Ze benoemen dat ook, dat ze daar juist voor moeten waken. Nou, dat is allemaal window dressing. Weet je, achter schermen hebben ze het over, willen graag een universeel wereldwijd digitaal paspoort, waardoor we iedereen kunnen volgen en precies weten wat jij uitgeeft en waarom en wanneer. En dat ze daar op basis daarvan kunnen. Ze noemen het volgens mij information-based monetary transfers. Wat ze gewoon bedoelen is, wij bepalen op basis van informatie die we over jou hebben, of een transactie wel of niet doorgaat. Dat is hun visie. Je leest de papers van de Bismar. Dit is verder ook helemaal, ze doen het niet eens geheimzinnig over. Je kunt ook gewoon kijken naar de afgelopen decennia, waarin zeg maar, de digitalisering toeneemt. En dat eigenlijk een constante spanning oplevert met privacy en belangen van het individu. En die laatste, die verliest het eigenlijk altijd van het eerste. En dat zal met digitalisering van geld echt niet anders zijn. Zeker niet op momenten dat het moeilijk wordt. Dus als alles voor de wind gaat, ja, dan kun je natuurlijk ook prima aanhouden, zeg maar, en zeggen van, nou, we doen daar helemaal geen gekke dingen mee met die macht die wij hebben op het geld. Tot het wel moeilijk wordt. Tot ze voor een crisis staan en je met een bepaalde ingrepen die eigenlijk, waarvan je zegt van, nou, dat hadden we liever niet gezien, dat je dat zomaar kon doen met mijn of ons geld. Min 6% rente. Maar dat doen we toch, want... Mm. Nou, en dan kun je natuurlijk de argumenten zelf even verzinnen, want in het grotere belang, we willen natuurlijk niet voorkomen dat mensen pijn lijden enzovoort. Voor de toekomst van onze kinderen, voor het klimaat. Maar van, zeg maar, er is denk ik ook wel een publieke rol voor geld. Dus met geld, de publieke rol is het financieren van, vooral van het fiscale inkomsten. En dus van publieke goederen, dus je wil belasting heffen. Ja. En je wil ook dat geldstromen legaal, dus binnen wat gewoon democratisch is afgesproken, dat het daar binnen die grenzen past. Dus daar, in die zin denk ik dus wel dat er een rol is voor publiek geld. Of het dan een central bank die de currency zijn, of de centrale bankiers die eisen moeten stellen. Dat is denk ik echt het fundamentele vraag. Maar waarom zou dat niet, even hypothese zijn, waarom zou dat niet met Bitcoin kunnen? Dus ik denk, dus als je heel veel private vormen van liquiditeit, munt hebt, dat als jij gaat zeggen, we gaan Bitcoin accepteren, daarmee verstoel je eigenlijk het level playing field, gelijk speelveld tussen private munten. Dus dan ga je zeggen, nee, die ene private munt is belangrijker dan die andere private munten. Ja. En ik denk dus dat op zich die competitie tussen private vormen van liquiditeit, dat ook mensen een nieuwe bitcoin mogen uitvinden van allerlei, dat ze juist die vrijheid hebben. Als je gaat zeggen, die ene die is het, daarmee gaan we belasting over, dat je dat eigenlijk ook om zeef helpt. Fair enough. Dus jij zegt eigenlijk van, je wil een overheidsmunt die vrije wisselkoers heeft tot willekeurig andere munten. Ja, maar deze heb je wel nodig voor je pensioenen, je salaris van de ambtenaren en je belastingen en In ieder geval voor de geldstromen en hoe mensen dan geld oppotten. Ik denk zeker voor die store of value functie of die investeringsfunctie. Dat loopt natuurlijk een beetje door elkaar in het geval van die cryptomunten. Daar kun je ook een disciplinerend effect hebben. Daar kun je ook mensen andere mogelijkheden bieden. En dat zie ik wel. En over die publieke munt, ik denk dat daar dus wel echt een groot probleem zit. Dus wie moet dan eigenlijk zeggen aan welke voorwaarden je moet voldoen? Dus ik denk dat hier terechte issues op tafel worden gelegd. En dat je nu vooral ziet dat centrale banken achter de schermen het aan bepalen zijn. Ja.
En dat is waar ik, maar ook jullie, eigenlijk iedereen in de wereld, proberen wij proberen het ook politiek of maatschappelijk te maken. Dus we moeten nadenken over welke eisen dat geld moet hebben. Er moet een wetgeving heen worden gezet. En dan kan het dus, daarbinnen is het dan georganiseerd. Alleen dat blijf ik fragiel vinden. Dus stel dat je een democratisch proces inricht om iets te beslissen over ons geld. Ja. Uiteindelijk zijn het toch de technocraten in Frankfurt die bepalen hoe het gaat. En binnen hun mandaat en zo. Het mandaat is allemaal afgesproken, maar weet je, de randen zijn snel opgezocht. Terwijl als je er een externe grens aan hebt, namelijk een speltheoretische, weet je, als jij het te gek maakt, dan is er een alternatief. Dan maakt het verder, het politieke proces kan broken zijn, maar dan heeft... Nee, zeker. Ik zou ook zeker zijn dat die alternatieven ontwikkeld moeten mogen worden. Dat je dat dus nooit moet verbieden. Dat mensen die vrijheid moeten hebben. Ik vind overigens tussendoor wel even aardig, ook voor de kijker of luisteraar, van we hebben het net over, je hebt het over opontmiddel en investeringen. Betalen is het kleinste probleem, hè? Want als we naar puur digitaal geld gaan, je wallet, die kan gewoon on the fly alle soorten geld naar gaan omzetten. Dat is, in de toekomst wordt dit gewoon opgelost, hè? Dus het vraagstuk van, betalen is moeilijk. Weet je, heb even wat verbeeldingskracht. Ja, dat gaat het punt niet zijn. Ja. Maar het gaat erom dat in onze historie is natuurlijk altijd een belangrijke rol weggelegd voor een overheid om een geldsysteem te kiezen. Ook omdat er belasting wordt geheven in een bepaalde munt. Ja. Dus, en er zit ook een publieke functie. Juist die excessen opheffen. Hè, want net zoals met Bitcoin is eigenlijk hetzelfde als wat we in het verleden ook hebben gezien met goud als goudstandaard. Hè? Als het goud in handen is van een kleine groep mensen, en Bitcoin is nu ook in handen van een groep mensen, en een heel groot deel van de bevolking heeft geen geld. Ja. Dan bepalen zij de regels van dat geldstelsel. Terwijl die publieke functie ook zegt van, oh, wacht even, iedereen moet hierin mee kunnen draaien. De mensen moeten niet juist schuldslaven worden, omdat ze dus geen toegang hebben tot de munt die we gebruiken. Dus is een behoefte aan een publieke vorm van geld. We merken op dat bij Bitcoin er geen verband is tussen hoeveel je hebt en of je mag meebeslissen. Dat is wel belangrijk om die notie te hebben. Hè. Dat is natuurlijk bij het huidige geldsysteem, maar ook bij bijvoorbeeld, om het even technisch te maken, proof-of-stake-achtige cryptomunten, is dat wel het geval. Hoe meer geld je hebt, hoe meer stemrecht je eigenlijk hebt. Dat is bij Bitcoin helemaal uit elkaar getrokken. Dus dat is niet... Maar ik wil voor het protocol misschien niet, maar als je veel Bitcoin hebt en dat is in handen van een kleine groep, terwijl die andere mensen dat ook moeten gebruiken om hun transacties mee uit te voeren, dan zul je toch op een bepaalde manier dat die Bitcoin moeten lenen of zo van de bezitters. Maar kopen of verdienen. Of... Maar ik zou wel even willen opmerken nog, dat als zo, wanneer hier de term publiek geld langskomt, dat bij mij triggert het eigenlijk precies het tegenovergestelde, want Bitcoin wordt privaat geld genoemd. Mm-hmm. Maar zeg maar, als ik even die terminologie loslaat, voor mij is het meest publieke geld en geldsysteem Bitcoin. Zeg maar, er is niets publieker dan dat. En iedereen mag meedoen. Zeg maar, iedereen mag meedoen in het democratische proces om de regels van Bitcoin te beïnvloeden, als je dat zou willen. Je hoeft geen toestemming. Maar dat is een heel libertair, marktgedreven gedachte. Van je kunt Bitcoin, iedereen kan Bitcoin kopen en kan dus zo meedoen. Of nee, maar als jij het hebt over democratische processen, er is niets democratischer dan Bitcoin. De hele wereld mag meestemmen, beslissen, schrijven, ontwikkelen, deelnemen. Zeg maar, ik zie niet iets wat publieker is dan Bitcoin. Het is wel goed om die definitie, want wat ik met publiek geld bedoel is waar je belasting mee betaalt. Dus wat dan via de overheidsorganen weer in omloop komt. En je kunt inderdaad zeggen, nou ja, Bitcoin is publiek of het is een privaat netwerk of een private community. Waar je gewoon bij kunt aansluiten. Dus ik denk wel een goede toevoeging om de concepten... Maar privaat heeft, zeg maar, voor de meeste mensen heeft private connotatie als in... er is iemand die bepaalt of jij er mag komen. Ja. Hè? Private grond, hè? Private property. Ja. Van, ik mag je neerschieten, hè, in Amerika als je op mijn terrein komt. Ja. Terwijl het idee van Bitcoin is net een beetje als de lucht. Je hoeft geen toestemming te vragen om zuurstof in te ademen. Ja. Kijk, en wat jij terecht inbrengt, dat gaat over de huidige vermogensongelijkheid. Ja, die gaat niet... Het is wel grappig, je had het in de auto ook even over. Hè? Welk nieuw systeem je ook introduceert, ik zie eerlijk gezegd niet zo goed in hoe je ineens van die vermogensongelijkheid af gaat komen. Ik zie niet een transitie of een migratiepad vormen waarin de huidige rijken, de huidige bezitters in een nieuw geldsysteem niet ook... Een reset doen naar iedereen hetzelfde. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe jullie daar dan wel een pad zien, zeg maar.
Ja, ik ben ook wel benieuwd om juist te kijken van hoe kan je Bitcoin of iets wat op Bitcoin lijkt inzetten om bijvoorbeeld belastingontwijking tegen te gaan. Dat is een van de grote problemen nu. De superrijken hebben allerlei methodes om hun geld eigenlijk buiten het zicht te houden van de autoriteiten en daarmee belasting. Nou, dat gaat met Bitcoin veel lastiger worden, het buiten het zicht houden. Ja, maar ik vind dat ook heel andere. Dit is het fiscaal beleid. En dat terrein, dat hoort wat mij betreft niet inherent aan een geldsysteem te zijn. Dat is iets wat een overheid of een... Je hebt belasting in een bepaalde munt. En die munt, klopt, die is dus ook heel... En dat zit natuurlijk de hele inrichting van... Maar het gaat over de heffingsgrondslag die het moeilijk maakt. Ja. Het belasting heffen op zichzelf, dat is een technisch proces. Je kunt zeggen, ik wil het in deze munt of in die... en het moet op die manier, op deze datum. Alleen het probleem is, waarover hef je belasting? En jij zegt belastingontwijking, dat gaat over vermogen wat onbekend is, wat of er elders gestand is. Ja. Of het gaat over inkomsten die niet opgegeven worden. En dat is niet een probleem van het geldsysteem op zich, of wat door een geldsysteem sterker per sang opgelost wat ik wordt. Mooi vind aan Bitcoin, is dat daar inherent op zichzelf zitten er niet verdelingsmechanismen in. Zoals in het huidige geldstelsel wel zo is. Als het over Cantillon-effecten hebben bijvoorbeeld. Het maakt eigenlijk expliciet dat verdelen van geld niet een taak is van een geldsysteem, maar van bijvoorbeeld fiscaal beleid. En dan komt het vraagstuk, hoe ga je dat politiek gezien dan inrichten? Mag je van mij per land verschillen? Dat zegt dan misschien iets over je vestigingsklimaat, waar mensen heen verhuizen omdat ze wel of niet blij zijn met het beleid dat daar gevoerd wordt. Maar daar moeten die keuzes gemaakt worden. Die moeten niet bij het geldsysteem gelegd worden. Alleen, je hebt nu toch ook een transitie. Stel dat we Bitcoin meer gaan gebruiken. Hè, dan moeten mensen die geen Bitcoin hebben het kopen van de mensen die wel Bitcoin hebben. Dus daar zit in die transitie zit toch al een hele grote herverdeling. Want Bitcoin is nu veel meer waard dan een aantal jaar geleden. En dat zal nog verder stijgen als het daadwerkelijk die kant uit gaat. Klopt. Dus in het begin van die curve, hè, dus de convexe gedeelte van die S-curve, daar zit een stuk herverdeling. Als we iets verder zijn, is dat eigenlijk al voorbij. Want laat ik zo zeggen, stel dat 4 miljard mensen hebben internet, dat 4 miljard mensen Bitcoin in gebruik nemen. Even hypothetisch. De laatste 2 miljard is een verdubbeling. Is één verdubbeling nog maar. En dus het is vooral in de beginperiode dat er heel veel verdubbeld wordt in koersen, in waarde. Het laatste stuk niet meer. Dus dat is inderdaad een effect. Dus, ik bedoel, hetzelfde als zeggen van weet je, bij de eerste 1000 mensen die een mobiele telefoon hadden, van weet je, zijn er maar 1000. En de rest dan, die kunnen er straks ook één hebben. Alleen toevallig bij Bitcoin is er waarde gekoppeld aan die adoptie. En dat maakt dat proces rommelig en pijnlijk en zorgt voor discussie en dat soort dingen. En dus je krijgt een stukje herverdeling. En het roept bij mij de vraag op, hoe zou de ideale digitale munt worden geïmplementeerd? Dus dit implementatieproces... Geïntroduceerd. Maar dit is niet ideaal. Maar er kan een publiek of een private munt zijn, of een community munt, of een open source munt. Maar hoe zou je dat idealiter in de wereld zetten? Dus ik zie niet een betere manier dan waar nu voor gekozen is. Dus van het begin af aan is het netwerk open en toegankelijk geweest. De pseudonieme creator heeft er zelfs voor gekozen om niet te veel in het begin zelf te gaan zitten minen en het geld naar zich toe te trekken. En wat hij had, dat is eigenlijk weg. En natuurlijk zijn er nog steeds geprivilegieerden, ook in die context. Namelijk mensen zonder een computer of zonder technische kennis, die liepen achter op mensen die het wel hadden. Dat hou je. Alleen ik zie niet in hoe je het op een eerlijkere manier had kunnen verdelen. Maar de poging is heel eerlijk geweest, ondanks dat er nog steeds verschillen zijn. En zie je daar, want dat is denk ik gewoon een belangrijk discussiepunt, of je daar dus een rol weggelegd ziet voor een overheid en een democratisch proces, zodat we dat nu hebben ingericht, met een overheid die eigenlijk ook verantwoordelijk is voor dat geldsysteem. Want dit is nogal een benadering die eigenlijk die politieke weg helemaal los van het geldsysteem probeert te koppelen. Wat voor soort iets zie je voor je dan? Of wat heb je in gedachten? Juist wat we nu hebben, dat de politiek, je hebt gewoon volksvertegenwoordigers, die kies je. Die gaan op basis van de waarden die de bevolking belangrijk vindt, een geldsysteem inrichten dat aan die waarden voldoet. Dus juist die democratische inspraak, dan kunnen we het erover hebben dat het nu niet op de juiste manier gebeurt en dat er fouten worden gemaakt en dat er eigenlijk te veel technocraten
die politieke beslissingen nemen. Want veelal gebeurt dat binnen die centrale banken en niet in het politieke speelveld. Maar dat het proces zelf wel een legitiem proces is. Tuurlijk. Als jij zegt van ik ga een voorstel doen om hier met elkaar in Nederland tot een maatschappelijk gesprek te komen, uiteindelijk via de volksvertegenwoordiging een voorstel te doen van hoe we ons geldsysteem zouden willen hebben, en dan liefst in Europa, want Nederland heeft eigenlijk niks meer te zeggen, hè, want we zijn niet monetair soeverein. Ja. Ik zeg, ik zou je steunen. Kans dat het gaat lukken? Gering. Gering. Ja. Ja, maar daarom zijn we aangewezen Bitcoin is dus een grassroots movement. Mensen wereldwijd, maar ook echt, als je gaat kijken naar de Bitcoin Adoption Index, van waar die mensen zitten, dat is dus echt verdeeld over de wereldkaart. Hebben die mensen individueel voor zichzelf besloten om ermee te gaan spelen en mee te gaan experimenteren en klooien. Want mind you, je hebt het over de superrijken van Bitcoin. Maar de mensen die 6-7 jaar geleden met Bitcoin zijn begonnen, die deden dat op een punt dat eigenlijk iedereen met gezond verstand dacht, dit gaat mislukken. Dus dat is niet dat die mensen toen als enige wisten dat dit zou gebeuren. Nee, het was gewoon, ze hebben gewoon risico genomen of geluk gehad of zitten klooien. Kom je wat dichterbij in de tijd, dus de afgelopen jaren, ja, dan zie je dat wereldwijd al mensen uit zichzelf hebben besloten om hier iets mee te gaan doen, het te bezitten, het te gaan gebruiken, erop te gaan bouwen, ermee te spelen, te knutselen. En zo komt in 30 jaar komt vanuit, zonder dat er een coalitie van landen heeft gezegd, we gaan dit maken, zonder dat burgers hebben gezegd, ontstaat dit. Maar je kunt ook al feitelijk vaststellen dat de richting waarin die herverdeling plaatsvindt, het wordt diffuser in plaats van specifieker. Dat is gewoon aan data terug te zien. In plaats van wat je met het huidige geldsysteem hebt, waarbij eigenlijk de kloof breder wordt, wordt bij Bitcoin de kloof smaller. Ik denk zelfs dat je zou kunnen stellen dat als er al herverdeling plaatsvindt, nou, dat kunnen we wel vaststellen, dat het vooral terecht is gekomen bij mensen die daarvoor minder bezaten. Dus dat het niet per se de rijken zijn geweest die rijker zijn geworden. Zijn de jongeren? Ja, je hebt een specifieke groep, maar er zitten ook gewoon veel investeerders die gewoon in Bitcoin. Het meeste venture capital zit aan de rand van het ecosysteem. Dus die investeren in bedrijven. Ja. En niet zozeer in de munt zelf. Dus ik denk dat dat een misvatting is. Natuurlijk zijn er ook in de Bitcoin-wereld superrijken. Er zijn mensen, neem de Winklevoss Twins of zo, die er vroeg bij waren en zo gek zijn geweest om al die Bitcoins vast te houden. Hè? Want die waren daarvoor waarschijnlijk, zat ze al goed in de slappe was, want kennelijk konden ze dat leiden. Hè? Dus de prijs ging omhoog en zij hebben het gewoon laten staan. Ja, dat is vergelijkbaar met de bezels van het reguliere stelsel. Dat blijft. Oké, ja, ik ben toch wat sceptischer over grote groepen, armere mensen, de mensen die niks van tech weten, dat die nu mee zijn gegaan in de lift en dat die in een systeem waarin er geen monetaire autoriteit is, die ook een beetje, ja, toch, Maar laten we dan het volgende gedachte-experiment doen. Stel dat de hele wereld voor al het geld Bitcoin gaat gebruiken. En het enige overbleven geld ter wereld. Dus dat zou betekenen dat bijvoorbeeld, Dat de waarde van het totale geldsysteem dan, zeg maar, alle M2 van de wereld, al het geld, maar ook de monetaire premia op vastgoed en aandelen, dus dat het 200 biljoen zou zijn, noem eens even wat. En dus 200.000 miljard, dat de totale waarde van Bitcoin is. Dus dat is ongeveer 200, 300 keer zoveel als nu. Dus dan heb je het over een Bitcoin-koers van 5 miljoen, 10 miljoen. Stel, op de weg daar naartoe, ja, zullen de mensen dus hun investering 100 keer zoveel waard zien worden? Zullen mensen zijn in investering 10 keer zoveel waard zien worden? Sommige mensen hun investering 2 keer zoveel, de helft van de mensen zal het minder dan 2 keer zoveel waard zien worden. De allerlaatste die instapt, die zal zijn investering 1 keer zoveel waard zien worden. Namelijk, die blijft gewoon constant. Dus de allerlaatste die als allerlaatste persoon op de wereld Bitcoin gaat gebruiken, die heeft geld. En zo is iedereen rijk, behalve die laatste persoon. Nee, dat is toch niet. Ja, luister, de laatste persoon die heeft een geld wat niet in waarde afneemt. Wat niet, waar geen inflatie. Weet je, dat is een beetje de gedachtegoed. Ja, maar de introductie van Bitcoin gaat ook helemaal niet om rijk worden. Wat je nu schetst, kijk, uiteindelijk gaat het om die economie draaien houdt. Wat ons geld is waard, wat we met z'n allen produceren. Dus ik denk dat het idee van met Bitcoin rijk worden, dat is volgens mij niet waar we het. Nee, maar dat is wat jij introduceert als vraagstuk. Ja, klopt. Dat klopt omdat ik ben op zoek naar
waar die Bitcoin dan de problematiek die we in het begin ook gedefinieerd hebben. Maar ik denk dat disciplinerend effect is er eentje. Ja, dat het invloed op elkaar heeft, dat je het op een andere manier kan organiseren, dat je iets decentraals hebt. Dus ik denk dat het vooral die waarden die in die verschillende systemen naar voren komen, dat je daarover na moet denken. Disciplinerend effect is er één, maar ik denk dat je 24/7 wereldwijd digitale eigendom naar de andere kant van de wereld kunnen sturen, is een andere. Ja. Ja. Dat is iets wat ook op een andere manier eigenlijk niet goed kan. Nee, zeker. Maar dan vandaar dat de CBDC misschien ook... Want punten CBDC's zijn ook weer lokaal georganiseerd. En ze hebben het bij de BIS over interoperabiliteit. Nou, als je dat paper leest, dan denk je al, dit gaat hem niet worden. Het gaan ze gewoon politiek niet voor elkaar krijgen. Gaan het wel proberen, maar als het zo is, 20 jaar op zijn best, weet je wel. Dus, I don't know. Terwijl de stablecoins, het is niet voor niks die vorig jaar van 30 naar 150 miljard zijn gegroeid. Bedrijven gebruiken het gewoon al om elkaar internationaal te betalen, omdat het beter is. Maar je zou dat, dat zou je dus... He, die lessen daaruit van we willen een systeem dat internationaal werkt, zodat je elkaar dat kunt overmaken. Dat kan je ook op basis hiervan ontwerpen. Ik vraag me dus af, Bitcoin is dan niet nationaal, het is een internationaal iets, maar dat heeft ook tot gevolg dat je niet meer op een lokale, nationaal niveau monetair beleid kan voeren. Bijvoorbeeld wanneer dat nodig is in een crisis, wanneer je wil ingrijpen, wanneer je toch juist... die macht die de overheid nu heeft om in een lokale economie precies, op democratische grond iets te doen. Precies dat is uiteindelijk wat Bitcoin uniek maakt. Dus als je het hebt over Big Tech of over CBDC's, die zijn eigenlijk gericht op het toevoegen van macht aan wat er al is. En wat die open source tech doet, is het ontmachten eigenlijk. En maar dat is dat, willen we dat? Ja. Is dat het probleem? Ja. Nou, niet helemaal terugbrengen naar nul, maar een klein stukje ervan af. Ik zie juist denken, dus zo'n CBDC... Maar in ieder geval een publieke digitale munt. Je kunt daar kenmerken aan geven. Dus dat kan een monetair instrument zijn. Of een limiet. Of een negatieve rente boven een bepaalde limiet. Zodat mensen daarnaast moeten gaan investeren van allerlei private vormen van liquiditeit. Mm-hmm. Zeg maar, je kunt juist in het publieke geldstelsel. Kun je volgens mij nu erover nadenken. Wat voor kenmerken moet dat hebben. Om de hele economie te laten functioneren. En dat betekent dat je als publiek of als overheid kun je best zeggen. Wij willen mensen bepaalde zekerheid geven in liquiditeit. Maar het is niet de bedoeling dat u miljarden gaat ontpotten. Dan moet u maar een grote broek trekken en zelf investeren en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat kan in het geldstelsel zitten. Hetzelfde voor een monetair instrument. Je kunt zeggen, nou ja, als er nieuw geld bij komt, dan willen we dat iedereen daar gelijk van profiteert. Dus wat doen we? We plussen van iedereen de rekening met 1 of 10. En dan kunnen mensen zelf weer bepalen of ze iets mee gaan kopen of investeren in een bedrijf. Dat nou ja, we nu doen met het geld door money printer grow. Nee, maar uiteindelijk is dat zeg maar, hoe de bestaande monetaire instrumenten worden ingezet. Is vooral denk ik om bestaande vermogens te beschermen. Dus bijvoorbeeld helikopter money wat lang geleden bedacht is. Maar in een digitale wereld veel makkelijker is te implementeren. Dat betekent iedereen... Maar je hebt eigenlijk een centraal geldstelsel. Centraal geregeld. Maar je laat het geld op het meest decentraal niveau op het individu zeg maar, in omloop komen. Ja. En als mensen meteen een bitcoin kopen of gaan investeren in aandelen Shell. Of in aandelen van duurzame energie. Maakt me niet uit. Zeg maar, volgens mij is dus dat centraal en decentraal. Je moet nadenken, ja, wat wil je daar? En ik denk dat de overheid best een centraal systeem... wat ook decentrale activiteit kan aanwakkeren. Nou, laat ik het eens omdraaien om het nut van Bitcoin duidelijk te maken. Ja. We kunnen inderdaad met z'n allen... Een groep mensen gaan op tafel zitten... het ideale geldsysteem ontwerpen. Ja. En die kan geïntroduceerd worden. En we kunnen daar een best case scenario bij bedenken. Hè? In dat geval, dus het voldoet aan al onze wensen, dat is de allermakkelijkste manier om het bestaan van Bitcoin onnodig te maken. Want kennelijk is er een geldsysteem die je privacy waarborgt, iedereen toegang toe heeft, die de functies van geld waarborgt, die zowel high als low time preferences ondersteunt enzovoort. Het punt is dat de functie, het nut van Bitcoin duidelijk wordt als je niet meer in de best case scenario zit. Dus als het ontspoort. En ik denk dat de geschiedenis duidelijk heeft gemaakt dat er verschillende momenten zijn waarop geldsystemen die beheerd worden door mensen, die we bedacht hebben met z'n allen, met alle goede bedoelingen, dat ze ontsporen. En dan ben je ineens heel blij met het bestaan van een heel constant, stabiel, open, neutraal geldsysteem ernaast, waar je gebruik van kan maken. En in essentie is dat wat Bitcoin uniek maakt. Want daar, dat bestaan, dat functioneren, heeft niemand de controle over. Je kan niet beïnvloeden. Je kan om de tafel gaan zitten tot je een ons weegt. Het is de meest ultieme... Maar ik zou, als jij praat over systeem... Ik zou als systeem veel meer zeggen... wat je wil hebben is het publiek digitaal geld... en van allerlei vormen van private geldvormen... die met elkaar concurreren. Die allemaal verschillende eigenschappen hebben... waar je voor verschillende wensen terecht kan.
Daarnaast heb je private effecten voor investeringen. Dus heb je allemaal, dat is wat wij als ideaal geldstelsel zien. Dus niet één ding, maar er zijn verschillende dingen naast elkaar die aan verschillende behoeften, die vervullen verschillende behoeften. Ga je dan die verschillende private initiatieven ook nog beperkingen opleggen? Je moet hier en hier en hier voldoen. Nou ja, dus ik denk zo min mogelijk, maar ik denk dat uiteindelijk dat gewoon transparantie, fraude, dus als ik jullie geld ophaal en ik beloof windmolens mee te gaan bouwen, maar ik ga een schoenenfabriek beginnen, dan zit je gewoon, ja, dat doe je gewoon iets wat niet mag. En in die zin denk ik dat er dus op die geldvormen veel minder toezicht. Dus dat bankaire toezicht wat we nu hebben gaat over is microprudentieel. Ga je echt zeggen hoe dat bedrijf moet worden gerund. Dus hoeveel eigen vermogen, dat is niet nodig. Maar je moet vooral dus gewoon op transparantie wat gebeurt. En die techniek is op zichzelf natuurlijk transparant. Dus misschien is daar maar heel weinig toezicht nodig, denk ik. Kijk, het zou natuurlijk jammer zijn als je dit systeem zo schetst en iedereen zegt, ja, mooi idee. Alle soorten fruit zijn toegestaan als het maar een appel is. Weet je, een beetje zoiets krijgt. Ja, dat is het. En je kunt natuurlijk meerdere systemen naast elkaar hebben. En dan komt dat marktdisciplinerende effect er ook in naar boven. Maar ik ben nog wel benieuwd of jullie, want je schetst het zo van, hè, dit systeem kan eigenlijk neutraal geld zijn, dat los van overheden opereert. En ik vraag me onafhankelijk. Ja, ja. En ik zie daar zeker een functie voor, zeker in landen waar de overheid er echt een potje van maakt, dat mensen denken, nou, dan heb ik liever bitcoin dan wat we in Venezuela hebben, 10% inflatie. Heb je het wel over miljarden mensen, die landen? Dus daarom voor een significant stuk van de wereld. Zeker, dus dan heb je een mooi alternatief voor die mensen. Maar is het ook uiteindelijk, want dat zijn eigenlijk plekken waar de staat niet functioneert en eigenlijk niet kan voorzien in die publieke geldvoorziening. En ik vraag me af of jullie wel erkennen dat er ook gewoon een behoefte is bij een groot deel van de bevolking die bijvoorbeeld niet zo tech-savvy is en niet echt bezig is met deze problematiek, dat er gewoon een overheid is waar je in kan vertrouwen dat die een veilig geldsysteem neerzet voor de basis. Dat lijkt mij ook. Nou, ik wil dat even uit elkaar trekken, hè, van het tech-savvy stuk. Kijk, als je het hebt over technologie. Geld is namelijk tegenwoordig ook technologie geworden. Ook het bestaande geld. Hè. Als we het hebben over geld, dan denken we in termen van tikkie en contactloos betalen. Dat is ook deels technologie. Dus de beleving van de gebruiker van geld is deels ook technologisch van aard. En bitcoin of een andere toekomstige munt zal pas vrijwillig geadopteerd worden. Dus als het zonder dwang gebeurt, als het beter is dan het alternatief. Geld voor alle technologie is hoe het werkt. Mm. En je neemt pas die robotstofzuiger als het beter is dan gewoon zelf stofzuigen. Maar laten we ervan uitgaan dat er zijn al partijen die allemaal mooie wallets maken. Stel dat dat gebeurt, ja. dan is dus even de hypothetische situatie dat alle toekomstige vormen van digitaal geld allemaal extreem gebruiksvriendelijk en prettig zijn en dat aspect dus niet meer in vraag is. Dus dan halen we dat even uit de vergelijking, want je zei net dat minder tech-savvy mensen. Dus het gaat eigenlijk over de vraag dat er mensen zijn, zeg jij, die gewoon van hun overheid willen horen, dit is wat je moet doen. Is dat dan wat je bedoelt? Wat nee, er dan overblijft? Nee, niet wat je moet doen, maar dat de overheid die basis van het geldstelsel neerzet en dat er dus, dan hou je dus invloed op monetair beleid. Dus een overheid kan blijven ingrijpen. Maar bijvoorbeeld, dat kan je ook anders inrichten, dat het wel transparanter is, dat die regels duidelijker zijn. Dat je, we praten nu telkens over wat eigenlijk een van de grootste problemen is. Dat er op een soort van willekeurige gronden nu wordt ingegrepen en een beetje gerommeld met het geldstelsel. Wat ook heel veel negatieve effecten heeft die je niet kan inschatten. En bij Bitcoin is het protocol in ieder geval veel duidelijker wat er gaat gebeuren. Hè? Dat hebben we besproken. Ik denk dat ik je vraag begrijp. En ik sta persoonlijk niet onwelwillend tegenover het idee dat een overheid met de beste bedoelingen een goed geldsysteem neerzet en ervoor zorgt dat haar burgers daar toegang toe heeft. Ik heb wel grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid ervan. Dus in die zin vind ik het net zo hypothetisch als alle scenario's die we daarvoor besproken hebben. Maar wat je zei, van als een overheid echt een goed geldsysteem neerzet,
Dan zullen die burgers ook de voorkeur daaraan geven. Ja. Want je betaalt hier belastingen in, de dingen worden erin geprijsd. Nee, zeker. En ik denk dat er best een aantal dingen, bijvoorbeeld inflatie, als er veel inflatie op zit, dan gaan mensen ergens anders in. Dus weten dat ze. Dus ik denk dus dat dat disciplinerend effect, dat 0% inflatie, best wel eens de uitkomst zou kunnen zijn van die digitalisering. Ja. Dat het publieke geldstelsel moet gewoon bezit zijn van mensen, geen inflatie. Nou, je moet er makkelijk mee kunnen betalen, noem maar op. En als je rendement over risico wil nemen, dan ga je ergens anders heen. Of er komt te veel inflatie en dan ga je in andere munten zitten. En dan kan precies, ik denk dat het niet alleen het betalen over afstand, maar ook het switchen tussen verschillende soorten effecten en vormen van liquiditeit, dat kan ook steeds makkelijker in de digitale wereld. Ja, en de meeste of heel veel mensen doen het ook al. Je hebt op je telefoon, ik heb aandelen, verschillende munten zitten. Dat wordt alleen maar toegankelijk. En als meer mensen dat gaan gebruiken, nou, dat gebeurt. Alleen vooral, dus ik denk dat die digitalisering, die banken hebben inderdaad hun processen gedigitaliseerd. En daarmee hebben ze eigenlijk de rol van het publieke geld is daar veel minder geworden, het cashgeld. En nu is de vraag, hoe kunnen we dat cashgeld updaten? Die centrale banken zijn ermee aan de slag gegaan, maar dat is eigenlijk niet de partij die moet doen. Die politici moeten eigenlijk zeggen, nou ja, zo zien wij het geld, het publieke geld van de toekomst. Deze eisen hebben wij. Maar als je dat zegt, die stap is eigenlijk overgeslagen. Ja, en dan wil ik weer even terugkoppelen naar van, ja, weet je, we willen ook monetair kunnen ingrijpen als er een crisis is. Zeg, nou ja, als je het bij de overheid legt, waarom zou je dan niet fiscaal ingrijpen? Waarom zou je dan niet met je begrotingsbegeleid ingrijpen? Waarom moet je dat altijd per se monetair doen? Waarom zou je per se de geldhoeveelheid moeten vergroten of de inflatie laten oplopen om de shit te fixen? Ik ben eerder voor de anderen. Ja. En zeker als straks alles digitaal is, kun je heel makkelijk zeggen, jongens, we hebben wat extra eurotjes in de pot nodig. En op welke manier dan ook. En dan maakt het echt geen bal uit in welke valuta jij je geld bewaart. Want dat kan allemaal zo geconverteerd worden en zo. Ja. En dus dat probleem is dan wel opgelost. Sterker nog, het hele scenario van dat een overheid een geldsysteem ontwerpt, zie ik eigenlijk met de dag ingewikkelder worden. Het heeft vooral te maken met die globalisering en de digitalisering. Want probeer maar eens voor het juiste valutagebied te vinden. Maar dit is toch, ik denk dat het geldsysteem toch wel onderdeel is van onze democratie. Dat is een belangrijk deel ook van soevereiniteit. Dat is het nooit geweest. Het was altijd de keizer die zei, dit is de munt. Ik begrijp waar je vandaan komt. Ja. Ik heb wel vraagtekens bij hoe houdbaar die wens is. Leg dat eens uit of redeneer eens over door. Waarom? Nou, het punt is dat een goed functionerend geldsysteem, zo ontworpen door een overheid, die heeft er belang bij dat het gebied waarbinnen die valuta, zeg maar, geaccepteerd wordt, relatief klein is, zodat je nauwkeurig kunt ingrijpen. Je ziet nu al dat het ingewikkeld is met een valutagebied de grootte van Europa, omdat je grote onderlinge verschillen hebt. En het punt is dus dat wat geld nodig heeft, in die zin haak staat op wat de governance nodig heeft. En want het beheer van het geld verschuift naar een groter gebied, naar Europa toe. Dus de politiek daarover verschuift ook eigenlijk buiten de landsgrenzen. Nou, en kijk maar, vraag hier de gemiddelde de man op straat, hoe betrokken ben jij met de politiek in Europa? Hoe zit het met jouw gevoel dat jij daar invloed op kunt uitoefenen? Hoe democratisch kun je dat maken? En als je nog verder gaat nadenken, digitaal is grenzeloos. En moet dan de governance verplaatsen naar een of andere intragouvernementele organisatie die het voor de hele wereld voor het zeggen heeft. Hoe democratisch is dat nog? Is dat überhaupt mogelijk? Ja, maar in deze denktrand, hè, want dan zeg je Bitcoin springt die dans, hè, dat is internationaal. Maar daar zit dus ook geen democratie. Daar zit dan voor de hele wereld via dat protocol inspraak op. Maar dat is een heel ander soort inspraak dan democratische inspraak. En als je dit vergelijkt bijvoorbeeld in een internationaal speelveld waarin grote bedrijven opkomen, en dan kun je ook zeggen, ja, dat is maar lastig als lokale overheden beperkingen gaan opleggen. Laat die bedrijven dat speelveld maar creëren. Maar die invloed van burgers op wat belangrijk is in de economie, maar ook hoe dat geld dan, wat de functies van dat geld zijn, welke waarde dat geld moet vertegenwoordigen. Dat is toch gewoon iets heel belangrijks waar je ook. Uiteindelijk kan een overheid nog steeds belasting heffen en dan kiezen wat ze met het belastinggeld doet. Hè. Dat, je zou best wel die twee dingen los. Kijk, nu is het heel erg met elkaar verweven geraakt. En als je dat lostrekt, zeg je, nou, er is zoiets als geld en er is zoiets als een overheid die belasting heft en vervolgens dat geld op een bepaalde manier, al dan niet democratisch, verschilt per land, het ene land democratischer dan de andere,
bepaalt wat het daarmee doet. Wat is bijvoorbeeld wel en niet een overheidstaak? Nou, de opvatting daarover verschilt per land. En dat kan ook door de tijd heen, ja, tuurlijk. Ja. En misschien is een eurozone inderdaad wel een onhandig groot valutagebied als je het hebt over governance. Ja. Terwijl het misschien voor het economische en financiële markten wel heel handig is om hem zo groot te hebben. Dus je het uit elkaar trekt. Dus ja. Ze zijn ook strijdige krachten. Er is een kracht om het groter te maken en een kracht om het eigen kleiner te houden. Ja. En als je dat uit elkaar trekt, kan dat ook gewoon. En in die governance, want de technologische inrichting van Bitcoin en hoe dat dan decentraal werkt, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk zie je, als we praten over, je maakt het toegankelijker voor meerdere mensen, dan krijg je ook weer wallets, dan krijg je tussenpartijen. Ja. Hè, dat zie je nu ook ontstaan. Dan krijg je toch weer grote spelers. Dat is beslist een risico. Die heel, heel belangrijk worden voor dat ecosysteem. En dan vraag ik me af, wat is dan opgelost met Bitcoin? Want het probleem van centralisatie van macht, dat zie je ook in dat Bitcoin-netwerk weer ontstaan. Ja, ook daar zie je weer twee krachten trekken. Dat zie je op verschillende fronten. Hè. Ook bij Bitcoin rondom privacy heel even tussendoor. Hè. Dus er zijn Bitcoin-ontwikkelaars geworteld in de ideologie en hè, de afkomst van de cypherpunks. Die willen veel privacy. En er zijn natuurlijk handhavers die zeggen, ik wil zoveel mogelijk kunnen zien, dus wat minder privacy. En dat zie je ook op het gebied. Wat jij net noemt, centralisatie, decentralisatie. We willen meer gebruiksgemak. En dat kunnen centrale partijen bieden. En we willen soevereiniteit. En daarvoor is decentralisatie nodig. En een manier om dat op te lossen is doordat technologie zich verder ontwikkelt. Hè? Dus door te zorgen dat het echt decentraal gebruik van Bitcoin minstens net zo makkelijk wordt als het centraal gebruik. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is een open vraag. Want het is daadwerkelijk een mogelijke uitkomst dat wereldwijd overheden, hè, al dan niet gecoördineerd, Bitcoin zo beperken, hè, dat uiteindelijk het decentrale aspect verdwijnt. Hè, bijvoorbeeld door te zeggen, je mag niet je eigen wallet hebben. Dat moet bij een centrale partij zitten. En dat is wel een richting, onder andere met de FATF-regels, waarvan we zeggen van, we moeten precies weten van waar naar waar het geld gaat. Witwassen en zo. Dat zou kunnen, dat een uitkomst is. En dat Bitcoin uiteindelijk inderdaad een soort van opgegeten wordt door het bestaande systeem. Maar, en kaltgesteld, einde. Maar ik zou er nog wel in reactie op wat jij zei aan willen toevoegen. Kijk, natuurlijk ontstaan er overal clusters van vermogen. Maar het verschil met het huidige geldsysteem en Bitcoin is dat vermogen geen rechten geeft of iets dergelijks over hoe het geld werkt, over de governance. Maar daar zit geen verband tussen. Dat is wel degelijk een verschil met hoe dat nu is ingericht. En wat ik daar mooi aan vind, is dat het geld en het geldsysteem neutraal blijft en alle vraagstukken rondom wat nou rechtvaardig is en verdeling en alles wat in het politieke domein speelt, dat heel expliciet daar naartoe verschuift. En dus dat sluit niet uit dat er alsnog herverdeling plaatsvindt. Niet omdat het geldsysteem dat afdwingt, of dat het daar stiekem in is opgenomen, maar omdat we dat politiek gezien met elkaar zo afgesproken hebben. Dan verplaatst het dat vraagstuk. Wat mij betreft wordt het een veel helderder vraagstuk daardoor. Geld wordt weer gewoon geld. En dat functioneert. Ja, punt. Dat is de aanname dat neutraal. Ja, neutraal is wel een beladen term. Ja, transparant vind ik een beter. Of onafhankelijk vind ik een beter woord. Ja. Okay. Ja, en je kunt zeggen dus, wat als je naar het design van Bitcoin kijkt, dat je gewoon wallets of namen hebt met niet negatieve getallen erachter, dat is het design. Ja. En daarmee kun je zeggen, het is neutraal. Centrale banken of commerciële banken, die hebben rekeningen, maar die koppelen het aan van allerlei assets, leningen. En daarmee wordt het geld al niet neutraal gemaakt. Dus als centrale bank iets gaat opkopen, dat is belangrijk. Wat ik met neutraal bedoel is dat er geen onderscheid des persoons wordt gemaakt. Dat iedereen dat geld mag gebruiken. Ja. Dat niemand wordt voorgetrokken. Dat is cashgeld eigenlijk. Je kunt gewoon niet buiten staan. Dat het een bezitting is. Ja. Het geld heeft geen mening over wie het gebruikt. En hoe je het gebruikt en wanneer je het gebruikt. Het middel niet en het protocol niet. Dus dat heeft ons huidige geld in zekere zin ook maar heel weinig. Zeker wel. Heel sterk. En zelfs in Nederland al. En als je daar buiten gaat, dan heel extreem. Als ik in principe mijn geld op de bank gebruik, dan heb ik weinig inmenging van mijn bank in het dagelijks gebruik. Nee, dus in het meest happy path in de wereld, namelijk een Nederlander met euro's,
op een goed functionerende bank, onder een goed functionerende overheid, die heel acceptabele middle-of-the-road betalingen doet, die heeft inderdaad een prima ervaring. Klopt. Maar ik zou juist zeggen, jij bent via jouw bankdeposito een heel portfolio van leningen waarvan allerlei dingen mee worden gefinancierd waar je niks van af weet. Ja, en juist die schimmigheid van die bankbalans, die zin past jouw transparantie daar goed bij. Dus mensen financieren nu banken, ze weten niet waar ze in zitten. En in die zin is het dus niet neutraal. Ze zitten van allerlei dingen, maar weten het helemaal niet. En daar kun je zeker wel grote stappen in zetten. Dat kan met equity zijn, maar dat kan ook met van allerlei technologie zijn. Dat het veel inzichtelijker is waar je in zit zelf. En dat het geld in die zin gewoon puur geld is. Dus niet aan iets anders gekoppeld, net zoals cashgeld. Het is gewoon geld. Duidelijker wat je hebt. Goed, ja. Heren, we gaan het gesprek afronden. Ah, joh, we kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Deel 3. Dankjewel. Ja. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.